Zijn we hier? Hallo. Hoi man. Hoe gaat het? Hi schat, het gaat goed hoor. Met jou? Ja, prima. Gaat goed. Is er een reden dat je me belt? Ik zit op het politiebureau. Wat? Wat is er gebeurd? Ik ben opgepakt wegens wietbezit. Komt zeker door die vrienden van je. Ik wist wel dat ze niet goed voor je waren. Denk maar niet dat ik je kom ophalen hoor. Bel maar iemand anders. Maar man, alsjeblieft niet ophangen. Zo. Ja, je hebt gelijk. Ik had tegelijk het contact met ze moeten verbreken. Maar ik durfde het niet. Ze bedreigde me. Met een mes. Ach schat, ik weet dat het nooit je bedoeling is geweest om het zo ver te laten komen. Maar ik hoop wel dat je hiervan hebt geleerd en dat je voortaan wijs uit de buurt blijft. Ja, dat zou ik doen. Maar nu we het toch over hen hebben. Die wiet waarmee ik ben opgepakt. Die was niet eens van mij. Ik moest het voor ze stelen. Van een grote dealer. Wat? En dat vertel je me nu pas? Hoe kon je zo stom zijn? Mam. Je weet dat het niet mijn schuld is. Ik zei toch dat ze me bedreigde? Je had gelijk naar de politie moeten gaan. Die hadden je kunnen beschermen. Ja. Maar als ik dat had gedaan... Ik weet hoe het dan was afgelopen. Dan waren ze me achterna gaan zitten en... Nou, ik weet wel wat er dan had kunnen gebeuren. Het is de politie. Die beschermen je. Dat is hun werk. Mam. Oké, schat. Ik kom er gelijk aan. Als ik er ben, dan praten we verder, oké? Ja, is goed. Dankjewel, man. Tuurlijk, schat. Met de voicemail van Anne-Lotte Hogebergen. Spreek een bericht in na de pieptoon. Hoi mam, met mij. Ik ben er. En ik mis je.
Toch dus. Toch. Aanvulling. Oké. En toen de anderen thuis kwamen of terug van waar ze waren weg geweest, toen negeerden ze me allemaal totaal, behalve dat meisje met dat gekleurde haar. Die met dat kleurtjes haar? Ik heb toch gezegd dat je er niet bij kan hebben? Misschien als je haar negeert, negeert de rest je ook? Mam. Zo werkt het nu eenmaal. Hé, maar heb je je kamer nu al opgefleurd? Heb je het al een beetje geverfd? Ik heb je broer gevraagd wat souvenirtjes mee te nemen uit Australië, zodat het misschien wat leuker is. Hij is nu al uit Australië en daarna gaat hij naar Nieuw-Zeeland. En dan komt hij weer terug naar huis en misschien kunnen we met z'n allen weer naar de libraaien. Dat had hij de vorige keer echt heel leuk gevonden en hij zou het echt op prijs stellen als je weer komt. Mam, je zou naar me luisteren. Doe ik toch ook? Nee, dat doe je niet. Nou, zeg al ja. Nee. Wat nee? Nee dat je niet gaat of nee dat je geen ja wilt zeggen? Dat laatste. God, wat doe je moeilijk. Dat heb ik van jou. Dat heb je van je vader. Daar zou ik het niet meer over hebben. Weet ik. Mam? Ja? Ik vind het echt niet leuk hier. Het gaat zo weer over. Even doorzetten. Bedankt. Voor wat? Nou, voor een antwoord. Doeg. Zeer geslaagd. En we hebben hier iets heel leuks voor jullie. Ik hoop dat jullie houden van chocolade. Het is super, super gedaan. Dank je wel. En ook voor onze filmers. Nick. En Julien. Als jullie kunnen 10 seconden wachten. En
Sylvia, omdat jij hebt dit mede mogelijk gemaakt. Oh. Artistiek zowel als financieel. Fantastisch. Oké, dames en heren, beneden, als het is hartstikke mooi weer. We kunnen buiten een drankje hebben, of als jullie willen binnen blijven, dat kan ook. Maar we gaan nu een klein barretje. En dat vindt beneden plaats. Dank u wel.